Misschien hebben jullie het al voorbij zien komen in mijn eerdere vlog van New York, maar ik wilde er toch nog even een aparte video van maken, want toen ik in New York was, was ik namelijk samen met Marije naar een hele speciale soort workout. Dit is een combinatie van pilates, krachttraining en ballet. En ook nog in een soort bungee-achtige touwen. Nou, ik neem jullie mee. We zijn eindelijk bij Marije. Ja. En we zitten bij Terry's en we gaan zo sporten. Ik weet niet of er veel spierballen aan te pas komen hoor. Oké, daar staan we dan in de Chase Fitness en we hebben net een hele les gedaan. Het was echt heel apart, want je hangt dus in deze dingen met je armen. Dat maakt het eigenlijk wel best wel lichter, vind ik. Vooral ook omdat het een soort bungee is. Ik heb deze dingen wel vaker gezien, maar dan kun je ze dus niet echt zo doen. En dat in combinatie met een Pilates apparaat. Wat er heel apart uitziet eigenlijk als je dat met een hele groep samen doet hier in de zaal. En dat is dus ook meteen de reden dat het waarschijnlijk niet zo handig is om dat te filmen. Maar zoals je ziet, we zijn helemaal uitgeblust. En vooral zij heeft heel erg haar best gedaan. Ondanks dat ze last van de rug heeft, heeft ze het toch maar gewoon eventjes gedaan. Ik vind het wel heel erg knap. Ja, het ging best wel goed hoor. Met onlangs, want je wordt gesupport door die apparaten en daardoor is het eigenlijk wel een beetje van je lijf. Ja, dat is eigenlijk niet heel blessuregevoelig. Nee, want dan kan je eigenlijk jezelf een beetje afremmen. Ja, en je moet gewoon opletten dat je heel erg de buitenkant aanspant. Ja, ik voel hem ook echt wel hier in die zijkant helemaal. Dus het is wel een hele goede voor je buikspieren. Maar wat ik net ook al zei tegen de lerares is, volgens mij is het echt voor je calorieën niet zo'n hele hoge verbranding. Nee. Want ik ben niet echt, wil ik echt zoiets van moet water of zo. Of ik ben helemaal. Nee, het is helemaal niet over je adem, maar je verbrandt, je zet wel allemaal hele kleine spieren. Ja, en je wordt er sterker van, denk ik. Want je bent echt aan het verzuren. Dus het is eigenlijk gewoon een super toffe, vernieuwende manier van krachttraining versus Pilates. Ja, daarvoor moet je helemaal naar Amerika om erachter te komen. Kom naar New York en ervaar Pilates krachttraining. Pilates krachttraining à la Punchy. We'll be right back.